Mobiel bellen van en naar Sela en Grambori aan de bovenloop van de Tapanahoni rivier is vanaf nu ook mogelijk. Telesuur heeft door een 140 meter hoge mast in bedrijf te stellen zijn bestrijkingsgebied voor mobiele telecommunicatie in het zuidoosten van Suriname vergroot. Hiermede is wederom een fase van het project Ontsluiting Binnenland succesvol en volgens Target afgerond. De volgende fase behelst het voorzien in ontvangst van digitale tv-kanalen ten behoeve van leefgemeenschappen te Pusugrunu en Tapuripa. De signalen van Sela komen vanuit de dorpen Stoelmanseiland, Manlobby, Clementi, Dritabbetje, Godolo en die gaan dan naar Apetina, Palumeu en Tipu. De drie laatstgenoemde sites zijn eerder dit jaar in bedrijf gesteld. Behalve mobiel bellen kunnen deze dorpen ook digitale tv-signalen ontvangen van ATV en STVS. Telesuur hanteert bij het opzetten van alle telecom-infrastructuur gestandaardiseerde veiligheidsnormen voor mens en natuur. En vanaf de bouw tot de ingebruikname zijn 100% veilige manuren genoteerd.